Kijk, nu gaat hij ook netjes op zijn buik. Dus kan ik hem lekker even op zijn buik kriebelen. Op 4 oktober vieren we natuurlijk Dierendag. Maar als je in een verpleeghuis woont, is dat niet zo vanzelfsprekend, omdat er meestal geen dieren wonen. Bij de Aldersteeg in Beuningen hebben ze daar wel een heel bijzondere oplossing voor gevonden. Dit is een interactieve robotkat. En die, die kan geluiden maken, bewegingen maken. En vooral voor heel veel plezier en troost bieden aan onze bewoners. Dus dat zijn vooral bewoners met lichamelijke beperkingen. Bijvoorbeeld een niet aangeboren hersenletsel, zoals een CVA, mensen met Parkinson. Maar hij wordt binnen de zorggroep ook ruim ingezet op PG-afdeling waar dementerende mensen wonen. Vooral bewoners die wordt ingezet die dementerend zijn, die hebben niet echt zo in de gaten dat het geen echte kat is. Die praten ermee alsof ze tegen een echte kat praten. Kijk, nu gaat hij ook netjes op zijn buik. Dan kan ik hem lekker even op zijn buik kriebelen. En als ik eventjes niks met hem doe, dan gaat hij weer terug. En dan gaat hij zelfs slapen. Dan doet hij zijn oogjes dicht en dan gaat hij weer slapen. En dan activeer ik hem weer door even op zijn rug te kloppen. Behalve een robotkat hebben ze ook een robothond. Vooral bewoonster Hattie is daar gek op. En we hadden eerst alleen de kat, hè, Hattie? En dan had ik de kat zo bij Hattie neergelegd. Houdt niet van. Maar wat zegt Hattie dan? Kan niet van. Hattie houdt niet van katten. Nee, Hattie? Nee. Hattie is een hondenmens, hè? Ja, hond. En nu hebben we voor jou een mooi hondje. Ja, ik heb een kat mee. Ja. Hoe heet jouw hondje? Hondje. Kitty. Kitty, hè? Want jij had vroeger ook een hond, toen je nog thuis woonde. En wat was dat voor hondje, Hattie? Een poedel. Hattie, wat vind je zo fijn om met het hondje te zijn, samen? Ik vind het fijn om de hond te zijn. Lekker te knuffelen en te aaien. Het verschil tussen de hond en de kat is dat deze hond ademt. Alleen je ziet hem hier heel zachtjes ademen. Dus deze hond is vooral rustgevend. Ja, en zorg niet voor te veel prikkels. Nee, en het is ook een stukje troost en ook een stukje aanwezigheid, een maatje. Op de locatie De Bongert van de Aldersteeg woont Jeannette en zij heeft een echt hondje. 2 jaar geleden verloor ze in zeer korte tijd haar man en haar vorige hondje. Ja, mijn man was overleden en ik had een hondje en die is toen 14 dagen daarna ook overleden. En toen had ik het niet meer. Toen was ik zo verdrietig en ik miste zo een maatje om me heen. En toen kwamen op een gegeven moment ineens de kinderen met z'n vieren aan. En toen hadden ze Pip bij haar. En nou, ik was helemaal in de wolken. Pip is alles voor me. Dit is mijn maatje, ik heb er gezelligheid aan. Ik kom lekker buiten met haar, wel met de scootmobiel dan. Maar dat weet ze allemaal zo goed. Dus als ze wat ziet wat ze griezelig vindt, dan springt ze gelijk tussen mijn benen en dan wacht ze even. Dus ik nou, ga nou maar weer lopen. Dan gaat ze weer lopen. Hoe vaak ga je nu met Pip wandelen? Als het goed weer is 4 keer en anders ga ik 3 keer. Dan ga ik 's morgens vroeg en dan om 12:30, 1:00 zo'n beetje. Dan ga ik een heel eind met haar tot aan Ewijk toe. Dat is een heel eind voor het beestje. Maar ze moet natuurlijk ook een goed beweging hebben. En dan ga ik s'avonds om 7:30. En dan hoef ik niet meer met haar uit te gaan tot de volgende morgen 7:00.